Ja, dat was intimiderend, confronterend. Er wordt al dagen gedemonstreerd door de boze boeren hier voor het huis van minister Van der Wal, met gisteravond als dieptepunt. Vandaar dat de hele straat vol staat met politieauto's en zelfs politieposten. Dag meneer, woont u hier in de buurt? Dat is mijn huis. Hoe heeft u de afgelopen dagen beleefd? Dat was intimiderend, confronterend. Wij doen dit niet voor onszelf, maar ook voor de vrijheid van de generatie die net geboren is. Zodat ze in vrijheid kunnen leven. Belachelijk gewoon, ja. En hoezo vindt u het belachelijk? Hè? Hoezo vindt u dat belachelijk? Gewoon een zootje flauwekul. Die jongens horen hier ook helemaal niet te komen, die boeren. Makkelijk is het toch? Wat gisteravond vooral het ergste was, is dat op een gegeven moment zie je stroobalen, autobanden, pallets die ze aanrukken. En toen werd op een gegeven moment natuurlijk al die stro de lucht ingeblazen. Dus ik denk, ja, als daar een vlammetje in gaat, dan is het hek van de dam. Ik vind het heel triest. Ja, ik snap de boeren dat ze boos zijn, maar ja, niet op deze manier protesteren. Want zeker niet bij persoonlijke mensen en hun familie ook last vallen. Ja. We staan heel dicht bij mijn huis. Ja, mijn kinderen staan hier binnen te trillen. Ja. En nu is het gewoon klaar. Er werd gisteren ook daar een politieauto natuurlijk helemaal in elkaar gerammeld. En daarna is ook een glas gebroken. Ja, bent u bang? Vooral dat ze, op zich wel. Ja. Ik bedoel, vooral op een gegeven moment komt het zo dichtbij dat je huis ook in vlammen op kan gaan. Of noem maar op. Ja, je weet het niet. Giertank, geloof ik, gelegen als ik las vanmorgen. Ja. Ja, ik vind dat een beetje te ver gaan. Het ontspoort helemaal. En voor mij moet je hier alleen uitkomen door te praten. En niet op deze manier geweld gebruiken. Ja. Iedereen heeft natuurlijk het recht op demonstreren. Maar is dit nog demonstreren of is dit rellen? Nee, dit is wel rellen. Ik moet zeggen, de eerste keer, 10 juni zeg maar, toen waren er hier veel echt boeren van alle leeftijden. En de laatste twee dagen waren het vooral jongeren die hier waren. En als ze dan vuurwerk en stroobalen en dergelijke en autobanden, ik bedoel, dat neem je niet zomaar mee. Hè. Daar heb je een bedoeling mee. Dus, ja. Waarom denkt u dat de boeren zo boos zijn specifiek op Van der Wal? De boeren begrijp ik wel. Waarom? Nou, omdat ze hebben het al niet zo. En dan dag en nacht werken, 24 uur per dag en dan de hele week. En dan wordt het allemaal afgenomen. Ja. Dus dat vind ik ook niet goed. Dan moeten ze ook iets beter oppassen, dat ze dat beter doen. Ja. Maar moeten ze dan niet gewoon gaan demonstreren voor de Tweede Kamer in plaats van hier voor het huis van Van der Wal? Ze kunnen overal demonstreren, maar ze doen het hier. Ja, je weet hoe de boeren zijn, hè. Ik denk dat niet dat ze er vanaf zijn hier. Ik heb alle begrip voor onze boeren, hoor. Echt. Dus, Heeft u er dan ook begrip voor dat ze zo boos zijn op minister Van der Wal? Uiteraard. Ja, die kan erop. Bent u dat zelf ook? Ja, aan de ene kant wel, ja. Maar zij kan het niet alleen. Ze krijgt totaal geen steun van de Kamer. Die Rutte doet net wat hij zelf wil. Ja. Iedereen, en hij veegt het allemaal maar weg met zo'n grijns op zijn gezicht. En dat vind ik echt ontzettend jammer. Ja. Hij doet niks. Hij belooft zoveel, maar hij doet helemaal niks. Rutte zegt altijd dat we een heel gaaf land zijn. Ja, nou, sorry, maar... Dat vind ik niet meer. Nee, hè? Nee. Kutland. Nou, dat zeg ik nog net niet. Maar echt, ik vind dit niet normaal. Hallo! Nog geen subscriber? Wel even doen, hè? Mag ik al stoppen met wijzen? Hier moet je subscriben. Moet hij meer omhoog?